Maar ik denk oprecht dat ik geen genoeg kan krijgen van Loetje. Nou, we zijn weer thuis. We hebben een mega groot pakket van Shein binnengekregen. Baby. We gaan zo lekker samen een kerstfilm kijken. Oh. Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Ik lieg nu trouwens ook nog echt. Het is echt al bijna 1:30. We hebben gisteren een feestje gehad bij ons thuis in de mancave met Luna, Francisca, Boris en Luna. Boris, Francisca, Luna en Ramon. Gaat goed. Maar we hebben echt ons verslapen tot 12:30 in de middag. En mijn moeder die zei, ik ga vast even naar kantoor, zodat ik woensdag weer in de pakketten moet inbakken. En want woensdag ben ik weer naar Etten-Leur. Ik dacht, oké, we gaan even helpen. Zijn we ook alweer, hè? Nou, onze labelprinter is deze week uit elkaar gevallen. Dus we hebben even een nieuwe besteld. Dit keer hebben we de Zebra ST421D gehaald. En Ramon is even kijken hoe we hem gaan installeren. Want we hadden deze, nou... Wat een rotting. Ik hoop echt dat deze het beter gaat doen. En als die het doet, gaan we even lekker pakketje inpakken. En ik ben best wel moe, dus ik denk dat we gewoon een beetje een lekker lui dagje gaan houden. Alleen vanavond is het dus kerstavond. Zo noemen we dat altijd, de avond van kerst. Is het morgen al? Is het de kerstdag? Ja, oh leuk. Gaat snel. Maar we zouden vanavond naar Loetje en daarna naar de film. Alleen ik ben... Wanneer waren we nou naar Loetje, mam? Eergisteren of zo? Donderdagavond voor mij, ja. Eergisteren. Ook al naar Loetje geweest met mijn ouders. Heel random. Maar ik denk oprecht dat ik geen genoeg kan krijgen van Loetje. Ik denk dat ik daar niet te vaak naartoe kan gaan ofzo. Want vind ik zo lekker. Het gaat wel of niet vanavond? Nou ja, ik denk dat het overal vol is voor de rest. Oh, je had niet gereserveerd? Jawel, bij Loetje wel. Om dan nergens anders niet te gaan, ja. Ja, Ramon, wat wil jij? Loetje of iets anders? Ja, Loetje vindt lekker. Ja, ik ook. Proberen. Ja, ik wil wel een keer meetroom proberen, maar... Ik denk dat het wel vol is, hè? Ik heb wel een beetje een douche eigenlijk. Hoe heet die Zebra, Lina? Hey baby. Hey. We hebben even lekker gewerkt vanmiddag en daarna in bed gaan liggen en geëdit. En we gaan dus overmorgen, woensdag, gaan we dus derde kerstdag vieren samen. Omdat we morgen met mijn familie, dag en na met jouw familie, daarna gaan we lekker met z'n tweeën een dagje kerst vieren. Ja. En jij bent aan het tellen, hè? Wat ben je aan het tellen? Hoeveel cadeautjes ik krijg. Nee, hoeveel cadeautjes ik krijg. Doe maar verder met tellen. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, denk al 10 cadeautjes. 10? Denk ik. Je bent nog nooit zo... groot naar klein. Je bent nog nooit zo van cadeautjes geweest, zoals dit. Het is kerst. Ja. Als het nieuw huis voor het eerst. Ja. Nou, wat leuk. De boom moet wel gevuld worden. Ja. Oh, dat vind ik leuk. Ik heb er zin in. Ja. Ik heb veel pakketjes. En ik heb voor jou? Minder wel. Nee, maakt niet uit. Het gaat ook niet om het aantal. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik denk 8. Ben je daar akkoord mee? Ja. Wil je er nog een paar bij? Nog 5 pakketjes bij. Dat komt goed. Kusjes van mij. We hebben ons even klaargemaakt. Ik heb echt een leuk outfitje aan. Ik heb deze mega mooie body aan. Ja, dat komt door Dr. Martens. Mijn panties gaan altijd dit doen als ik mijn Dr. Martens aan heb gehad. Vet stom. Maar deze zijn wel echt super goed. Ik heb hem van Shein aan. Maar aan de andere kant, mijn Dr. Martens komen toch weer tot hier. Dus... Je gaat niet zien. Nee. Ik heb een crop blazer aan van de webshop. En daaronder de Melanie Skort. Dat is echt een hele leuke combinatie met mijn riem van Gucci. En deze body. De Sparkling Body of zo heet hij volgens mij. Maar hij is al een tijdje uitverkocht. Ik kon er ook niet meer aankomen. Dus ik heb er echt maar 1 drop van kunnen hebben. Maar hij is echt geweldig. Wij gaan over 10 minuten richting Loetje. Jij hebt er denk ik extra zin in. Omdat jij deze week nog niet bent geweest. Oh, wat erg. Ik ben al 2 maanden daar niet geweest. Nou, dit stond al wel vast. En mijn ouders hadden opeens, heb je zin om uit eten te gaan? Ik zei, ja wel. Loetje? Ik zei, ja, daar ga ik zondag ook wel heen, maar daar zeg ik geen nee tegen. Ik vind Loetje zo lekker. En dan gaan we naar Bombini Holland, kapot leuk. We zijn weer aangekomen bij Loetje. Ik heb hier zoveel zin in, maar Bombini neemt dus voor de verandering een keer een rosbief carpaccio in plaats van een...
runder carpaccio. Ik heb wel runder carpaccio met truffel mayo. Wil je een hapje proeven? Ik ben benieuwd of je hem lekkerder vindt dan deze. Je hebt echt lekker veel truffel. Ik heb hier zeg maar helemaal niks. Kun je wel wat truffel aan mij geven? Pak maar. Pak maar, hoe dan? Cijfer. Ja? Is taaier dan dat? En wat voor cijfer? Wat vind je lekkerder dan? Is anders. Ik ben normaal wel lekkerder, maar dit is ook wel echt lekker. Even een keer wat anders. Ja, proeven? Ja. Ik heb echt honger. Ik heb veel krijg van mij. Lekker, hè? Mm, echt veel truffel. Mm. Ik vind het wel echt lekker. Taai inderdaad, maar echt lekker wel. En het hoofdgerechtje, we hebben zo'n groentje erbij gedaan. We krijgen Harry Koperts. Broodje. Smiecht. En mijn mond heeft biefstuk balie. Ik ben echt benieuwd naar die. Zie je van de Harry Koperts? Ben je nog nooit op mee? Nee, jawel, ik heb hem een keer geproefd. Maar niet zelf besteld. Ik best wel weinig. Ja. Tijd voor toetje. Gaan we lekker delen. Is smakelijk. Nou, heerlijk gegeten. Het is gewoon onze tweede kerst dit jaar, hè? Of... Tweede kerst dit is onze tweede kerst ooit. Tweede kerst. Samen. En we willen misschien naar Lapland binnenkort. Kapot leuk, eerlijk. We zijn een beetje aan het rondkijken. Dus als mensen daar een keer zijn geweest, tips zijn altijd welkom. In februari. In februari. Moeten we een pakketreis boeken? Moeten we alles losboeken? Misschien hopelijk wel geboekt, maar alles is welkom. We gaan naar Bobini Holland in Bisclub. Ik ben letterlijk vooruit gewaaid. Dat is echt niet normaal. Volgens mij hebben ze hier elk jaar een kerstversiering, maar dat valt me nu wel tegen. Heel jammer. Jammer Leeuwarden. Ben ik een keer aan jou? Ja, is hij er een keer? Geurretjes snijdt. Oh. Nou, we zijn weer thuis. We hebben een mega groot pakket van Shein binnengekregen. Dat is heel goed. Ja, groot, hè? Van de losse deuzen. De eerste is cadeautje. Okay, laten we eens alles eruit halen. Kom op, pakken. Eerste. Grappig. Tweede. Derde. Het is wel raar, ik heb nog nooit doos ontvangen. Ja, alleen als een schoenen bestelde. Vierde. Het is ook kleding. Oh nee, het zijn sokken. Ja, nog meer sokken. Nog meer sokken. Nog meer sokken. Ik ga stuk. Ja, dit is brow gel of zo, volgens mij. Kleding, denk ik. Tasje. 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 Bakje. Poesje. Dat was het. Oké, okay, let's open it. Zal ik even een mesje pakken voor de doosjes? Ja. Oh, ik weet het al. Het is een van... Ja, dit is een sieradenbakje. Weet je, voor die lades, die kast die we hebben zeg maar, bij de kledingkamer, is dat zo'n spiegel, toch? Mm-hmm. Daar heb ik nu al mijn sieraden los in dat laadje. Ja, dan ga je deze dus... Volgens mij past die gewoon in dat laadje. Mooi hè? Kan je hier al die ringen in doen en zo? Armbandjes. Beetje scheef. Handig. Chill. Nu voor die kosten. Gratis? Ik ga een beetje aanpassen zo. 15 euro? 9,90 euro. Oh, cheap. Ja, echt wel. Hij ziet er ook nog wel leuk uit. Komt dat glas. Hm? Ik ga even testen. Is goed. Oh, ziet er echt leuk uit, vind ik. Oké, oké. Ho.
dat is niet heel handig. Volgende doos. Kijk wat ik denk wat het is. Oh ja, ik denk dat ik weet wat het is. Als goed weet jij het ook. Ja. Ja. Here we go. Nee. Oh, wat is de kleur? Weer op gelig, hè? Voor die keugel. Ja, we hadden wel beter gewoon zwart kunnen doen. Ja, altijd als wij goud bestellen gaat mis. Ja. Dat is prima, toch? Ja, want hoeveel kostte die? 6 euro. Ze hadden wel zwart. Het is wel goud. Hm? Het is wel goud. Ja, maar het lijkt wel een beetje okergeel weer. Het is niet een hele mooie goud. Tenminste, als je kijkt hoe de goud was die ik heb besteld. Dat is echt heel anders hoor. Leek wel glimmend. Echt zo shiny. Dat is niet glimmend, nee. Dus dat is wel jammer. Ja. Maar ja, dit is voor in de keuken. We hadden beter zwart kunnen bestellen. Ja. Eyebrow soap. Ja. Zeep. Zit er dan ook een borsteltje bij? Ja. Ik ga het gewoon eens proberen. Ja. Een telefoonhoesje. Anders kun je pasje. Die kostte 1,75 euro. Wel leuk. Hij is wel leuk, ja. Hij is gewoon doorschijnen, maar dan met roze hartjes. En dan kan je hier dus eventueel nog een pasje in doen. Dus je rijbewijs of je pinpas of een OV-kaart. Hij is leuk. Het volgende. Een toilettasje. Leuk, zwart met goud. Ja. 5 euro. Geen geld. Nee, toch? Als je hem een keer schoon. Hij is best wel mooi. Als je hem een keer schoon. Ja, het is gewoon af en toe een nieuw komen. Oh, wat leuk. Er zijn ook extra vakjes binnen. Hier nog een ritsje. Oh, ik vind hem heel mooi. Ze hadden ook nog deze kleur. Kijk, dit is die ik heb besteld. En ze hebben eventueel ook nog deze kleur. Dat twijfel ik een beetje tussen, maar... Kijk, die hadden ze ook. Mooi. Ook mooi. Maar ik vond het zwart ook wel leuk. Dus als het fijn is, misschien heb ik die nog wel een keertje besteld. En het volgende! Ja, ook 5 euro. Ja? Hij zag op de foto nog groter uit. Kijk maar. Oh ja. Ik dacht, oh tot, heb ik echt zo'n groot toilet als wij dan mijn shampoos en zo en mijn make-up alles in één kan op reis. Maar volgens mij is dat niet echt. Dat ook niet. Hij ziet er best wel niet klein uit. Deze zou ik terugsturen. Ja, dit zijn allemaal doorschijnende glazen bakjes. Volgens mij. Of is het plastic, denk je, shampoos? Plastic? Ja, plastic. Kijk, dit zijn dus die bakjes. En die vind ik wel heel leuk of in de make-up kast. Of gewoon een kast waar je een beetje parfumjes en zo in kan doen. Ik vond het er echt leuk uitzien. Dan had ik... De set van 6 stuks voor 8,40 euro. Nou, vind ik wel meevallen. Wat heb je daar voor leuks? Dat is deze. Ik heb even een plaatje erbij gezocht. Een kooltrui van 8,50 euro. Als jij een pas mag je hem best aan. Leuk. Doe eens je hand eronder. Kijk of hij doorschijnt. Zeg maar echt binnen, midden in het shirtje. Dat is zeg maar het enige wat ik had bekijk met wit. Wel een beetje. Valt wel mee, hè? Het valt best mee. Ja, wel een beetje. Zal ik een zaklampje erbij houden? Oh, ik vind het echt wel meevallen. Morgen even passen. Nee, deze kooltrui heb ik in de maat M gekozen. Cute, cute, cute. Alleen ik heb dus deze, die hierin zit, is ook een witte kooltrui. Dus ik moet even kijken welke ik leuker vind. Ja, maar op zich, die ik hierin heb, die is zeg maar los. En deze is strak. Dus op zich, als ze allebei leuk zijn, wie doet me wat? Ook wel leuk. Ja, een beetje zo'n dikkere trui-achtig. Wat ga je doen? Even kijken. Wat is? Deze kost wel iets meer, 15,50 euro. Oh ja. Wel leuk. Mm-hmm. Ben ik op spijkerbroek of zo? Ja. Morgen verpassen die twee truien. Kijk wat ik allemaal heb besteld. Sokken. Enkelsokken. Sorry, maar daar kan je toch nooit genoeg van krijgen. Ik heb dan echt iets van 15 stuks. Ja. 15 stuks voor 5 euro of zo. Dan heb ik hier nog hoge zwarte sokken. Dan heb ik hoeveel stuks? 10 stuks of zo. Ook voor 15 euro heb ik witte sokken ook. Voor 5 euro of zo. Ja, sorry hoor. Dat kan je bij de Action niet eens halen voor die prijs. Nee. Ja, ik denk dan ook wat kan er misgaan met sokken. Kijk, hier heb ik 10 paar lange sokken in het wit voor 5 euro. 10 paar zwarte sokken, 5 euro. 15 paar enkelsokjes, dus zwart en wit. 6 euro. Nee, fucking chill. Dat was alles zeker. Of is dat nog wat? Nee, dat zijn sokken. Dat zijn sokken. Kijken. Of ze een beetje chill voelen. Oh ja, chill. Ze zijn nog niet te hoog.
Dit is gewoon chill. Kan je ook wel bestellen. Ik heb mijn sokken helemaal kwijt. Ja, nou ja, mag mij nou aan. Bibi, wat vind je van de tweede kerst met mij in je leven? Zo leuk. Zo leuk. Echt, zo romantisch. Zo romantisch samen, hè, baby. We gaan zo lekker samen een kerstfilm kijken. Oh, is goed. Zie hem zitten. Cutest. Hé, hey, wat een goede match. Mijn nagel en je trui. Wow. I love it. Same. I love it, hè, Bibi. Nou, ik heb lekker Shein open gemaakt. Als goed is er ook nog een pakket geleverd in Etten-Leur bij de buren. Want de buren zullen binnenkort wel een hekel aan mij krijgen. Want hoeveel pakketten er nu van mij moeten aannemen. Maar wij gaan lekker slapen. Morgen is het alweer eerste kerstdag. En morgen hebben we dus loodjes getrokken met de family. De boom ligt vol met leuke cadeautjes. Morgen moet ik eventjes gaan verdiepen in het gedicht. Want ik heb nog niet een gedicht. Ik heb wel een beetje. Ik heb het even een beetje doorgegaan. Bijna af wel. En verder, ik ga natuurlijk volgende week, of over anderhalve week, ga ik naar Dubai samen met Francisca. En als het goed is, kom ik hiervoor niet meer hier. Dus ik moet morgen even de spullen pakken die ik weer mee wil voor Dubai. En alvast even de spullen pakken die ik nodig heb voor weer in Etten-Leur. Zodat we dat morgen, ja, morgenavond niet meer hoeven doen. Want we gaan tweede kerstdag gaan we in de ochtend richting Etten-Leur rijden. Omdat we dan daar kerst gaan vieren. Dus dat morgen even allemaal goed fixen. Ik hoop in ieder geval dat je deze vlog vandaag leuk vond. Mijn vriendje, kom. Nou, liefje. Wil je nog wat leuks zeggen tegen de mensjes? Ik hoop dat jullie een hele fijne kerst hebben. Ja, ik hoop het ook. Ik wens jullie een hele fijne kerst toe. En happy new year. Ik hoop in ieder geval dat je deze vlog leuk vond vandaag. Doe een duimpje omhoog als je dat vond. En dan hoop ik dat ik jullie morgen weer zie. Bij de volgende kerstvlog. Doei! Disfruta de la vida, bebé, bebé. Disfruta como si mañana se acabara, se acabara. Se acabara, se acabara.